Hey Bee, daar ben ik weer. Ik heb er weer eentje voor je. Als je genoeg te besteden hebt, dan zou je niet naar een kringloopwinkel moeten gaan. Ben je het daarmee eens of oneens? Laten we het daar eens over gaan hebben. Hi, welkom bij Die Duurzame Meiden. Dit is de podcast waar de wereld op zit te wachten. Mijn naam is Saskia en ik ben duurzame lifestyle-expert en oprichter van thegreenlist.nl. En ik ben Beate. Ik help ondernemers om duurzame en commerciële doelen te behalen. En wij zijn samen Die Duurzame Meiden. In deze podcast behandelen we elke week een duurzame stelling of een dilemma waarover de meningen nogal eens verdeeld zijn. Ja, want we leven nou eenmaal niet echt in een duurzame wereld. En ook worden feiten en meningen nog wel eens door elkaar gebruikt. Ja, of wat dacht je van al dat peer pressure en impact shaming? Nou, het bestaat echt, hebben wij ontdekt. Verwacht in deze podcast ook veel persoonlijke en eerlijke verhalen en handige duurzame tips die we tegenkomen op ons groene pad. Nou, het blijft toch een lekker liedje. Ik vind hem heel goed uitgekozen voor jou. Ja. Ja. Hey, leuke stelling hoop ik. Zeker. Daar gaan we het zo over hebben. Ik ben heel benieuwd wat jouw mening is. Heb je erover nagedacht? Ja. Was het moeilijker voor je? Zeker. Ik vond het een hele ingewikkelde. Oké, nou, daar gaan we het zo over hebben. Weet je wat ik zo leuk vind aan dat we thuis opnemen? Ja, ik bedoel, ik schotel je van alles voor. Thee, ja, chocoladetaart. Heerlijk. Mijn boodschappen wil komen binnen. Maar ik heb nu iets heel anders wat ik je wil laten zien. En dat kan, want het ligt hier. Dus ik moet even opstaan van de keukentafel. Dan kan ik je even iets laten zien. Ik heb zoiets tofs gekregen. Weet je nog dat ik een statement maakte dat ik met 3000 van die katoenen tasjes zat van de afgelopen jaren, die ik allemaal had verzameld, bewust en ook ongevraagd had gekregen van duurzame merken. Ja. Ik dacht echt, hoeveel tasjes kan een mens hebben? Stop met het versturen van ongevraagde goodies. Dat was mijn oproep. Oh, maar wat grappig, want ongewenste goodies. Ja. Ik heb je statement gezien inderdaad. Toen dacht ik, zo, nou Sas, je krijgt, het is toch hartstikke lekker dat je zo'n taartje opgestuurd krijgt? Ja, taart is wel lekker, maar ik krijg dus ook heel vaak dingen toegestuurd met allemaal dingen erbij. Dus weet ik veel, linnen tasjes, een schort, weet je, allemaal met dikke branding, t-shirts, sokken. Sokken vind ik trouwens wel relaxed. Maar het is gewoon te veel. En zeker omdat het ook vanuit duurzame merken en duurzame PR-bureaus wordt verstuurd. Denk ja, daar moet je gewoon ook bewust mee omgaan. Ja. Weet je, als ik, wat zouden ze dan moeten doen? Nou, vragen. Sommige PR-bureaus vragen het. Van, we willen je graag iets opsturen. Mag dat? Ja, wat wil je opsturen? Dit en dit en dit. Vind je het leuk als je er ook nog een schort en een t-shirt bij krijgt? En dan zeg ik liever meestal nee. Of als ik denk, misschien is het wel leuk. Mag ik een foto zien van een t-shirt? Oh, oké, nee, toch niet. Oh, jeetje, wat ben jij kritisch. Ja, dus dat... Je zou namelijk zeggen dat je krijgt iets, dus je mag al lang blij zijn. Ja. Maar goed, inderdaad, als je het daarna meteen weer gaat weggeven of het stapelt zich op als vulling in huis. Ja, precies. En ik ben ook schuldbewust, hoor. Want er zijn ook genoeg katoenen tasjes die ik zelf heb gekocht of gevraagd, omdat ik weer zonder zat. Maar ik heb er ook heel wat ongevraagd. Ja, want is dat nou eigenlijk zo duurzaam dan? Nee, het is uitgerekend dat zo'n katoenen tasje is pas een duurzame boodschappentas als je hem jaren gebruikt. Anders kan je veel beter voor een wegwerptasje van plastic gaan. Omdat het gewoon heel impactvol is om dat katoen te maken. Maar waarom hebben we niet gewoon, zoals in Amerika, gewoon papieren tassen dan? Volgens mij is papier ook niet per se heel duurzaam. Hè? Dat kan je ook maar maximaal aantal keer recyclen. Alleen als dat kan je inderdaad niet nog een keer gebruiken, 9 van de 10 keer. Je neemt niet een papieren tas. Nee, maar papier kan je natuurlijk wel weer bij de papierbak recyclen. Maar dat kan ook maar een aantal keer. Want papier is natuurlijk wel... Ja, weet je wat ik denk? Waarom hebben we niet gewoon een leven lang één shopper, zoals mijn oma? Ja. Mijn oma had altijd zo één blauwe katoenen shopper. En dat was gewoon wat ze meenemen. Ik kan wel al zeggen, ik meen het serieus. Aan het begin van het jaar heb ik een Instagram post gemaakt van wat mijn dingen waren, wat ik wilde gaan veranderen. Daar hebben we het nog over gehad bij die koffietijduitzending met z'n tweeën. En toen zei ik iets van, ik ga over het hele jaar 5 keer een plastic tasje meenemen bij de supermarkt. Voor de rest alleen maar mijn eigen boodschappen. Ik heb tot nu toe nog geen één keer een plastic tasje hoeven kopen. Oh, nou. Ja, dat vind ik dus best wel grappig. Want het was nooit een heel bewust iets. Maar nu ik dat er zo heb uitgesproken, zorg ik er echt voor dat ik de boodschap op een andere manier mee kan nemen. Ik breek weer heel even in. Koffietijd? Ja, koffietijd. Dat zit namelijk zo. Ik ben daar de duurzame lifestyle-expert. Dus ik mag regelmatig op televisie iets komen vertellen. En aan het begin van het jaar waren Beate en ik samen uitgenodigd om te vertellen welke goede groene voornemens we hebben en hoe je die vol kunt houden. En dat was een heel leuk televisie-item en daar heeft ze het dus nu over. Oh, wat grappig. Ja, dus ook als ik bij de supermarkt ben, neem ik een kartonnen doosje, ga kijken. Of ik, wat goed. Ik heb nu altijd een plastic tasje onder mijn zadel zitten. Ja. Want ook als het regent en zo, dat je er even, weet je wel, dat je meteen even zo droog kan zitten. In ieder geval voor de kinderen is dat fijn. Ja.
Maar ik ben best wel... Ja, dat klinkt heel stom, maar ik ben een beetje trots erop... dat ik dat dus nog niet heb gedaan. Wat goed. Nou, ja, voor elke stap is er een... En mijn tante... Ja, sorry, maar ik wil gewoon iets aan je laten even zien... Door. En dan kom je gewoon niet weg. Okay. Maar mijn tante, nog even een laatste tip... die heeft van zo'n tasje van paraplu-stof. Weet je, wat je heel klein kan maken? Ja. Dat heeft ze altijd in de jaszak zitten. Oh. Snap je wat ik bedoel? Zo'n tasje van paraplu-stof. Noem je dat paraplu-stof? Ja, geen idee. Maar het is dat heel dunne. Klein en dan pop. Maar goed... Genoeg over tasjes. Mm-hmm. Ik heb iets heel leuks in dat kader. Komt-ie, ik moet even opstaan. Tom, 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 tom. Oh, wauw. Jezus, man. Je hebt gewoon een goocheljas aan. Leuk. Zie je waar... Ik heb een jas aan. Maar zie je waarvan die is gemaakt? Oh, ze heeft een jas aan. En dit is denk ik dan helemaal gemaakt van de tasjes. Heel tof. Oh, wat geinig. Beyond Meat staat aan de zijkant. Heel grappig. Ja, ik vind dus het is een jas die je dus aan twee kanten kunt dragen. Ja. De ene kant is dus gemaakt van mijn tasjes. Ja. En de binnenkant is gemaakt van reststoffen. Dat is knalrood. Ja, vind ik heel mooi. Maar ja, ik vind het natuurlijk het leukste om die tasjes te dragen. En wat de maakster heeft gedaan... Zij heette Made by Lies L. Op Instagram. Nou, het is gewoon echt heel mooi. En zij heeft dus al die tasjes verwerkt, maar... Op heel veel tasjes stond een duurzaam statement. En dat zie je dus nu ook in mijn jas terug. Ja, dat is waar. Dus op mijn rug heb je heel groot een statement van Oxfam Novib. Want er zit een tasje van hen in. Ja. Ik heb een mega grote zak. En dat staat op Recycle Your Clothes van H&M Conscious. Ik heb hier een tasje van een duurzaam beautymerk. Ja, Biarritz staat erop. Vind ja, er staat ook op. Iets van Act for Your Skin, Act for the Ocean. Nou ja, dat. Maar je kan dus ook omdraaien. Dat vond zij leuk, duurzaam idee. Kijk. Ja, sowieso. Hartstikke kan leuk. Omdraaien, maar ik vind dat iets te heftig. Oh, jij vindt dat leuk? Ja. Oh. Weet je wat ik doe? Ik zet wel even het linkje in de show notes. Mm-hmm. Want ik heb een reel gemaakt van deze. En dan kunnen mensen even zien waar het over gaat. Heel leuk. Kijk. Ja, je hebt gewoon een super toffe jas gekregen. Nou, ik denk dus dat die jas ook heel leuk is als je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd om te spreken ergens. Ja. Of je hebt een draaidag en je mag een filmpje opnemen voor een bedrijf. Of weet ik veel, je moet ergens ten tonele verschijnen. Mm-hmm. Dat je die jas aandoet. Dan heb je toch meteen een soort conversation starter. Ja, ja, dat is ik ben zeker er waar, echt ja, mega blij mee. En ze heeft hem echt super goed gemaakt. Dus dat wilde ik even aan je laten zien. Nou, dat was mijn inbreng. Oh, en heel passend bij het onderwerp vandaag. Ja, en heb jij nog iets leuks meegemaakt? Nou, ik ben me even aan het voorbereiden op wintersport. Ik ga namelijk skiën. En toen dacht ik van de vorige keer ook even zoiets aangestipt. Van hoe is het eigenlijk om duurzaam te gaan wintersporten? Ja. Nou, heb ik skietjes gekocht. Want, skiën. En toen dacht ik, die wax. Moet even skiwax op. Wat kan ik daar... zou dat ook ecologisch kunnen of zo? Ik had er nog helemaal geen kennis van, laat ik het zo zeggen. Is dat dan niet ecologisch? Nou, dit is dus bizar. Dit vind ik dus echt weer bizar gewoon. Tot 2019 was er dus altijd fluorhoudende wax zat er. Dus het PFAS zat erin. Dat moet jou wat zeggen. PFAS. PFAS. Van de PFAS. 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 Hoe noem je dat? Pas? Oh, ik schaam me dood. Ja, wist ik veel hoe je dit uitspreekt. Ik denk dat pas is wel goed, denk ik. Maar PFAS? Oh ja, dat is echt heel, heel slecht. Ja, jij weet hier iets van. Ja. We horen en lezen veel over PFAS, maar wat is het eigenlijk? Het is niet één stof. Het is een verzamelnaam voor meer dan 6000 door de mens gemaakte chemische stoffen. En we gebruiken ze ook heel graag, want ze zijn heel handig. Ze zijn water, vet en vuil of stotend. PFAS komt voor in allerlei producten die we dagelijks gebruiken. In pannen, regenkleding, tapijten, voedselverpakkingen, bakpapier en zelfs ook in cosmetica. Sinds een aantal jaar weten we dat een aantal van die PFAS schadelijke eigenschappen hebben. Het gaat dan om bepaalde stoffen, die heten dan PFOA, PFOS en GenX. En deze breken niet af in het milieu... En vandaar dat ze de bijnaam hebben Forever Chemicals. Deze stofjes die verspreiden zich en dat is ontzettend schadelijk voor mensen, dieren, maar ook voor de natuur. Deze stoffen kunnen we dus ook in ons krijgen en dat kan dus weer gezondheidsproblemen geven. Problemen met je immuunsysteem, met voorplanting en ze zijn ook mogelijk kankerverwekkend. Er is ook nog een heleboel niet bekend, maar ja, wat wel volgens mij duidelijk is, dat je producten waar PFAS in zit zoveel mogelijk wil vermijden. Ja, want fluorhoudende wax, dat is dus knetterslecht. Ja, daar zit dus blijkbaar PFAS in. Ja, PFAS. Gewoon zooi. Giftig.
Nou, bizar. Dat dat dus gewoon in de natuur komt. En dat dat gewoon al die jaren altijd is gebruikt. Vooral bij dat wedstrijdski is dat blijkbaar heel groot geweest. Dus de FIS, Federatie Internationale Skibond, die heeft gezegd van vanaf 2020, 2021 is verboden. Dus nu pas. Dat vind ik dus echt inderdaad bizar. En dat hele gedoe met PFAS, dat gaat al terug tot 2015 of zo, weet wel meer. Ja. Of misschien nog langer, want toen zijn die pannen al verboden. Ja, nou toen ik dat een keertje van jou hoorde, toen dacht ik al van waarom is dit nu pas aan het licht gekomen? Waarom doen bedrijven dit nog gebruiken, zeg maar? En dat zou ik dus ook vinden bij die skiwax. Van waarom gebruiken mensen dat nog? Want het is gewoon direct, één op één, in de natuur. En als ik dan lees op zo'n forum van bij wintersport.nl, want dan was ik even aan het kijken van welke wax heb ik dan nodig. En dan zie ik gewoon mensen die zeggen, nou, ik ga het gewoon nog kopen hoor, want ik moet gewoon naar beneden glijden, ik vind het allemaal onzin, het klimaat, het slaat nergens op. Dus ik denk, jezus, wat vreselijk. Dit zijn mensen die dus houden van de natuur en van wintersport. Ja. Hoezo kun jij dit soort stellingen zeggen? Ja. En dan zegt één iemand, nou, zo giftig kan het wel niet zijn, want moet je eens kijken van hoeveel peuken er wel niet liggen. Denk ik, wat een vergelijking is dit nou weer? Ik heb slecht nieuws voor de wintersporters. Binnenkort valt er gewoon helemaal niks meer te wintersporten. Nee, omdat het zo treurig is, hè? Ja. Maar uiteindelijk, wat heb je nu gekocht? Nou, ik heb dus wel gekeken naar wat voor een wax ik nodig had. Dus ik heb wel een soort van goede wax gevonden. Maar alle ecologische wax was al uitverkocht of had een levertijd van 10 dagen. En daar had ik gewoon geen tijd meer voor. Dus dit is echt iets wat ik dus sowieso vanaf het nieuwe jaar goed ga optuigen. En wat ik nu kon vinden, heeft dus geen fluorhoudende wax. Maar er zal misschien nog wel iets anders giftigs in zitten. Want het was niet de duurzaamste stukken. Zo. Nee, want er staat niet op ecologisch of zo heel groot. Dus dan verwacht ik dat er nog ergens een of andere brug is die ik nog kan slaan. Ja, maar ecologisch zegt ook weer niks, hè? Dat weet je ook. Ja, dat had je de vorige keer gezegd. Nou, laat je goed informeren. Is het duurder, denk je? Kiezen voor de duurzaamste keuze van die altijd. Ja. En dat vind ik ook weer raar. Ja, vind ik ook raar. Ja. Zo schreef toch iemand van, misschien moeten we er gewoon vaseline op smeren. Ja, geen idee. Wellicht dat dat nog wel wat werkt. Misschien moet je eens even kijken of je er wat meer te weten over kan komen als je eenmaal daar bent. Ja. Want die mensen die daar wonen, de locals, zullen dit wel beter weten misschien nog. Nou, en ik dacht dus ook, in eerste instantie zei mijn vader van, laat even de skis in Nederland waxen, dan hoef je het niet in Oostenrijk te doen. Want dan heb je het gewoon in van die machines, weet je wel. Ja. Dan zet je de skis erin, gaat er een machine overheen en dan is klaar. Heb je gewaxen en geslepen. Maar toen dacht ik, ja, maar wat nou als dat dus allemaal partijen zijn die dus nog slechte wax gebruiken? Dat wil ik dus niet. Het zou mij niks verbazen als ze in Oostenrijk juist al veel verder zijn. Ja, dat hoop ik. Omdat ze dichter op die natuur leven en gewoon zien wat er aan de hand is. Ja, maar dan is het toch gek dat het pas sinds 2020 hebben ze iets verboden. Ja, het maar is goed, echt bizar. Goed dat het is verboden, dat het is veranderd en nou, ik hoop dat dat gewoon doorzet. En ik hou je op de hoogte wat ik tegenkom. Ja, en misschien kan je het daar wel kopen, goedkoop, in bulk. Oh ja. En dan is het nu tijd voor het nieuwtje van de week. Het zal een echte duurzame meid niet ontgaan zijn. Het nieuws dat ook Albert Heijn gaat stoppen met het invliegen van groente en fruit. Doen andere supermarkten dat al dan? Nou, Lidl was er ook mee gestopt. Oh ja. Ja. En ik weet toevallig van de Plus dat die ook al heel erg bezig zijn met lokaal en seizoensgebonden inkopen. Nu weet ik eigenlijk niet of zij niet meer invliegen. Dat weet ik niet. Maar ik vond het een goede set. Want Albert Heijn is natuurlijk wel giga. Ja, zeker. Ja. Maar hoe gaan ze dit controleren dan? Nou, volgens mij gaan ze het gewoon niet meer inkopen. Dus leveranciers die moeten gewoon laten weten van dit heeft op de boot gezeten. De boot is het meest duurzame of de vrachtwagen, denk ik. Ja, het beste is het gewoon natuurlijk gewoon uit eigen land, hè? Jawel, maar zo nu en dan een keer een passievrucht in yoghurt is wel lekker, hoor. En ik had het gelezen. Het was een voorbeeld van de Albert Heijn. Dus van dat de passievrucht inderdaad met de boot gaat komen. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik het in ieder geval met een goed geweten kopen. Ja, want boot, denken mensen altijd, oh, dat is heel slecht. Weet je, tankers, vervuilend. Nou ja, daar is ook wel veel om te doen, hè? Ja, maar het is echt, veel duurzamer dan vliegen. En ook veel duurzamer dan vrachtwagen. Is dat zo? Ja. Ben ik weer. Het invliegen van voedsel is verreweg de grootste impactmaker als je kijkt naar vervoer. Per kilo eten is de CO2-uitstoot 50 keer hoger dan vervoer per schip en 3 keer impactvoller dan transport over de weg. Maar oké. Nou, dat is sowieso een fijn gegeven. Nou ja, sowieso ben ik dus nu helemaal om met die lokale seizoensproducten. Mm. En die zijn me toch een stuk goedkoper. Ja? Ja, veel goedkoper. Omdat het gewoon natuurlijk een kortere afstand heeft afgelegd, denk ik. En gewoon alles is nu natuurlijk duurder. Dus ik denk dat dit nu gewoon relatief gewoon veel goedkoper is. Hoe merk je dat dan? Nou, met mijn boodschappen doen. Ja, maar jij krijgt je boodschappen. Nee. Ik was laatst, had ik even voor een week gewoon groenten nodig uit de supermarkt. En toen had ik bewust dat ik witlof en ik had een knolselderij en ik had
prei. En ik was echt, nou, ik had echt veel. Mm. En ik was het tientje kwijt. Ja. En ik dacht, dat is best wel veel. En ik weet gewoon dat als ik daar niet op had gelet, was ik veel, veel meer kwijt geweest. Hey, weet je wat ik trouwens handig vind? Ja? Als bedrijven dat nou eens wat meer gaan doen, of de boodschap, hoe noem je dat, supermarktketens en zo. Die zouden eigenlijk, want we hebben dus van die boxen die je nu gewoon kunt kopen voor je maaltijden, toch? Ja? Dan heb je de lasagne. Als je die lasagne koopt, krijg je toch ook gewoon de groenten erin? Ja. Ja. Ik koop ook heel vaak gewoon zo'n pakket als ik zie dat er 35% korting op zit. Dan denk ik, oh, die groenten die kan ik even gebruiken. Want dan heb ik gewoon weer even wat in huis. Ja. Nou, dat zou ik dus heel handig vinden als die supermarktketens dat dus ook gaan doen. Dus bijvoorbeeld een pakket Hollandse bodem met gewoon wat... Want wist jij dit? Als je dus met groentes kookt die allemaal bij elkaar passen, dan is het vaak altijd heel erg lekker. Dat hoort bij elkaar. Dus Nederlands, dus van Hollandse bodem kun je eigenlijk al die groentes kun je met elkaar combineren. Net zoals dus een aubergine en een tomaat en een courgette, dat dus een beetje bij de Italiaanse gerechten past. Nou, verrek, inderdaad. Ja. Want ik had laatst ook een hele lekkere knolselderij. Prijssoep, bijvoorbeeld. Ja, precies. Oh ja. Nee, dus we moeten gewoon even een paar van die pakketten maken. Dus, supermarkt, als jullie luisteren, doe dit even voor mij uit gemak. Dan kan ik het even testen. Ja. Nou. Bel ons. Bel ons. Ik had iets anders grappigs, wat ik helemaal niet wist. Ik voelde me eigenlijk een beetje dom. Ik was dus die seizoensproducten aan het bestellen. Bij Crisp deed ik dat dan. En toen vroeg ik me af, wat grappig eigenlijk dat ik appels uit Nederland kan kopen. Maar het is al maart. En ook pompoenen. Uit Nederland. En het is al maart. Wat wil je daarmee zeggen? Dat het niet het seizoen nou, is? Nou, ik dacht, hoe zit dat? Want het is natuurlijk niet het seizoen. Oh, want ja, ik heb natuurlijk altijd geleerd, pompoen, appels, herfst. En toen ging ik dus eventjes dat opzoeken op internet. En wat blijkt dus, het is dus dan inderdaad een oogst van oktober, maar dan staat het gewoon nog in een opslag. Ja. En daardoor kun je het dus gewoon maanden daarna bestellen. Want ik raakte een beetje in de war. Toen dacht ik, is dit dan wel echt Nederlands? Hmm. Of is het dan ineens een kas? Maar het is dus gewoon, dan is het gewoon opgeslagen. Ja, wist je dat? Ja, zeker. Oh. Want dat kan zelfs anderhalf jaar opgeslagen zijn. Dat wist ik helemaal niet. Oh, nee. Dat is eigenlijk alles. Al onze bananen en al onze appels zijn eigenlijk al van de oogst van vorig jaar. Oh, nou, sorry. Maar, ik voel me een beetje dommig. Dus, maar nee, wat dat wist heel ik grappig niet. Is, hier is dus een innovatie geweest. Er is een meisje geweest en die heeft dus een uitvinding gevonden. Want in die loodsen, moet jij maar eens even bedenken, fruit praat met elkaar. Hè? Dus appels. Als je dus een rotte appel hebt, dan heb je dus heel veel rotte appels daaromheen. Omdat dat gewoon, zodra die appel rot is, dan is eigenlijk die hele bulk wat er omheen is, ook, wordt ook rot. Door de bacteriën, toch? Ja, dus dat noem je dan het praat met elkaar. Okay. Vandaar dat je ook vaak ziet dat een komkommer bijvoorbeeld, want die heeft dat dus ook heel erg, dat die ook in plastic zitten. Dus het is ook nog vanuit dat oogpunt van we kunnen het opslaan. Ja. En als het in plastic zit, dan kan het dus... Kunnen ze niet met elkaar praten? Ja. Nee, maar de grap is dus, er was een meisje geweest en die heeft dus een uitvinding, heeft er ook allemaal prijs voor gewonnen, van hoe ze dat dus kan meten, dat waar die appel in de opslag zit. Want als jij namelijk niet op, als je niet uitkijkt, dan heb je zo meteen duizenden appels, even om voor die een beeld. Die goed zijn. Ja, precies, die je dus hebt opgeslagen. En zodra daar dus eentje in zit, die niet goed is, die dus al die andere appels infecteert, kan je die hele loods zeg maar weggooien, Shirtje. Toch? Dat wil je niet. Ja. Dus zij heeft een uitvinding dat ze kan meten welke appel zit verkeerd en waar ligt die ongeveer, zodat ze die eruit kan halen op een vroeg tijdstip, zodat de rest wat opgeslagen is goed blijft. Maar grappig. Heb ik heel veel over geleerd. Ja, want ik had wel in oktober natuurlijk een eigen appelboom. Nou, natuurlijk. Ik had dat gekregen van mijn manager als cadeautje. Leuk, hè? Oh, ja, leuk. Had ik al mijn kerst gekregen. Maar die had je? Dus die staat niet meer hier in de tuin? Nee, dat was gewoon bij de gaard. En die had ik dus met kerst gekregen. En dan konden we dus in oktober met z'n allen gingen we die boom plukken. En ik had dus mijn eigen boom. Dus ik had mega veel appels. Mm-hmm. En toen had zijn vrouw een leuke tip. Namelijk, zet ze allemaal op een handdoek. Op een koele, donkere plek. Ja, dan blijven ze langer goed. Dus ik had ze allemaal in de garage op een handdoek gelegd. En dan met genoeg afstand. Want dat had dus te maken met dat praten met elkaar. Dat denk dus niet, ik. Ja. Nou, dat is dus de conclusie die ik nu trek. Want ik heb maanden van die appels kunnen eten. Dus eigenlijk had ik ook wel kunnen weten dat het natuurlijk allemaal gewoon opgeslagen wordt. Nou, ik zal je nog eens zo'n wisje dat je geven. Want ik heb een familie met allemaal uit boerderijen en boeren en weet ik wat allemaal. En die hebben heel veel aardappelen aan mij gegeven. Maar die zaten echt nog in de klei. En die zijn nog steeds hartstikke goed. Die moet je dus niet schoonmaken. Die moet je dus gewoon in een donker opslag. Dus bij mij hupte in de schuur. En gewoon met dat klei en met de viezigheid er nog omheen blijven die aardappelen ook eeuwig goed. Wist ik ook niet. Ja, en dat kan dus ook met je wortelen en zo. Dus zodra je dat een beetje gaat schoonmaken, ja, dan en er licht bij komt. Dan gaan ze praten. Ze praten. De hele conversatie staan dan. Gaat helemaal mis. Deze alles dood. Nou, dat. Ja, dus zo smoetsig mogelijk je aardappelen houden als je aan het als je ze gaat pakken. Ach, nou, ik heb weer wat geleerd. Wat leuk dit. Nou. Nou, klein nieuwtje. Veel, oh god, ja, dat kwam uit het nieuwtje. Ja. Nou,
dan is het nu weer tijd voor de stelling. We hebben een beetje kunnen oefenen de afgelopen afleveringen. En mijn conclusie is, we doen het een beetje rommelig. Oh. We gaan het nu strak doen. Je moet gewoon allebei gaan we nu eerst zeggen... Wat eens, onze, ja, eens oneens. En dan misschien als we dan in de loop van het gesprek... toch van de mening veranderen, dan komt dat wel. Maar de luisteraar moet eerst even weten... welke kleur wij bekennen hier. Oh, dus ik ga hem nog even voorlezen. Komt-ie. Als je genoeg te besteden hebt... dan zou je niet naar de kringloopwinkel moeten gaan. Ben je eens of oneens daarmee? Oneens. Ik ook oneens. Sorry, ik moest even nadenken. Het is een dubbele ja, ik zat er ook niet helemaal. Zijn het ermee eens dat mensen die dus genoeg te besteden hebben... mogen gewoon naar de kringloop. Exacto modo. Sas, hoe kom je in godsnaam op deze stelling? Nou, ik krijg daar dus wel eens feedback op. Want ja, ik ben natuurlijk heel open erover... dat ik helemaal dol ben op de kringloopwinkel... en dat ik er heel graag kom als ik iets nodig heb. Voor kleding, voor hebben dingen, voor wat niet, gebruiksvoorwerpen... En dan krijg ik soms wel eens te horen van... zou je dat dan wel moeten kopen? Want jij hebt een goed inkomen. Nou ja, had. Maar ik snap het punt. Van je pakt het nu eigenlijk weg van de mensen die het harder nodig hebben dan jij. Dat is eigenlijk de reden dat ik deze stelling erin gooi. Maar ik ben het daar dus niet helemaal mee eens. Hmm. En de reden is dat ik juist denk... we hebben zoveel spullen op de wereld. Zoveel, veel te veel. Ja. En we hebben een gedragsverandering nodig... Dus ik denk dat we elkaar niet in de weg moeten gaan zitten nu. Juist iedereen naar die kringloopwinkel... om ervoor te zorgen dat iedereen gaat zien hoeveel spullen er al zijn... hoeveel mooie dingen je tweedehands kunt kopen. Dus dat is eigenlijk de reden voor mij geweest. Dat ik zeg, ik ben oneens. Ik vind dat iedereen gewoon naar een kringloopwinkel mag. Ongeacht je portemonnee. Nou, ik vind het wel een interessante stelling eigenlijk. Want, maar jij was wel oneens. Ja, ik was wel oneens. Dat komt omdat ik vind dat iedereen bij de kringloopwinkel mag shoppen. Tegelijkertijd denk ik wel, als je dat dus echt doet vanuit een budgetoverweging... Ja, dan gun ik je ook dat je daar dan... Ja, dat is misschien ook een beetje raar. Maar dat dan de mooie spullen wel voor je zijn... toegankelijk voor je zijn, zeg maar. In plaats van dat het dan allemaal door hipsters wordt afgekaapt. Ja, dat is een beetje beeld dat er dan is, hè? Ja. Dat het door hipsters wordt gekaapt. Ja, god aan de andere kant. Kijk, wat ik interessant vind aan de kringloop in het algemene... dat het eigenlijk andere initiatieven in gang zet. Ik ook. Dat is precies ook mijn punt. Want het brengt mensen op een idee. Want het punt is eigenlijk dat het vooral een beetje gaat... om het circulaire gedachtegoed van spullen. Exact. Ja, want dat heb ik eruit geleerd. Want het afgelopen jaar ben ik pas... echt in de kringloop geweest. Want sinds ik met jou omga, is dat zeg maar een ding... wat veel meer aan de oppervlakte ligt. Ja, want waarom ging jij nooit? Nee, ja, omdat dat gewoon ook een soort van overtuiging was van mensen... van, nou, daar ga je naartoe als je gewoon geen geld hebt. Nooit gedacht dat je dat voor klimaat zou moeten doen... of voor duurzaamheid, of voor, nou ja. Wat dacht je dan? Van, daar ligt alleen maar zooi? Ja. Oh, dat dacht je? Ja, ik dacht echt dat... ja, net zoals dat ik niet bij de voedselbank kom, gelukkig. Niet hoef te komen. Maar niet dat ik zeg dat dat iets slecht is, hoor. Maar dat... ik bedoel meer te zeggen van ik kom niet bij de voedselbank... omdat ik daar dus niet hoef te komen. Omdat dat is weggelegd voor mensen die daar dus van afhankelijk zijn. Ja. En jij krijgt ook wel eens die opmerkingen toch van too good to go? Dat dat dus ook een beetje zo'n bruggetje maakt met... Ja, dat je zou je niet weg moeten voor komen. Mensen ja. die dat nodig hebben. Ja, zo zag dat... ja, de kringloop had ik in dat geval ook een beetje zo'n beeld bij. Van nou ja, dat is gewoon voor mensen die dus weinig te besteden hebben. Die kopen daar hun spullen. Maar daarover, hè, Too Good To Go heb ik toen contact, toen ik dat, die kritiek kreeg. En zij zeggen, het heeft niets te maken met het aanbod van de voedselbanken, want die hebben ook echt heel veel aanbod. Vaak zoveel dat ze ook niet eens alles kunnen aannemen of dat het niet geschikt is. Mm. En juist Too Good To Go is juist de keuze voor supermarkten, dat ze ook nog dingen kunnen verkopen zonder dat ze het weg hoeven te gooien. Dus volgens mij hoeven die dingen elkaar niet te bijten... en moeten ze juist naast elkaar bestaan. En misschien moet het ook niet zo het ene uiterste en het andere uiterste zijn. Want ik bedoel, er is ook een hele grote middenmoot. En ik schaal mezelf eigenlijk qua inkomen ook meer in die middenmoot eigenlijk. Dus wat dat betreft moet je wel gewoon bij de kringloopwinkel kunnen... Iedereen zou trouwens bij de kringloopwinkel kunnen en moeten shoppen. Want het gaat dus vanuit een duurzaamheidsperspectief... dat je geen nieuwe spullen meer hoeft te kopen. Ja, en er is zoveel aanbod. En we moeten echt gaan leren dat de spullen van de toekomst... die halen we niet uit de grond. Die halen we uit oude spullen, uit de afvalbergen... uit de dingen die nu al te koop worden aangeboden. Want we hebben het nu wel over de kringloopwinkel... maar je hebt natuurlijk veel meer, hè? En dat is het precieze bewijs. We hebben te veel spullen. Alles is er al. Ja. We hebben rommelmarkten, we hebben kofferbak sales elke week. We hebben Marktplaats, Facebook, Vinted, kilo sales, kringloopwinkels. Oh mijn god, ik krijg het er al helemaal Etsy. Benauwd van. Wat gebeurt er eigenlijk met al die spullen... wat dus dan niet meer bij de kringloopwinkel wordt verkocht? Weet jij dat? Ja, dat gaat volgens mij naar de milieustraat.
En dat wordt dan is, precies. Wat is de Milieustraat? Ben je nooit in de Milieustraat geweest? Nou, dat is ja, hier. Je hebt overal, je hebt er ook eentje. Daar kun je alles gescheiden inleveren. Ja, nee, ja, het wordt wel gescheiden voor recycling. Dat doet dus de kringloopwinkel ook. Nou, ja, volgens mij wel. Maar de kringloopwinkel wil natuurlijk het liefst dat je dat gewoon zelf even lekker naar de Milieustraat brengt. Ja. Je moet, ja, ik vind wel. De kringloopwinkel is niet het alternatief voor de Milieustraat. Nou, volgens mij doen een heleboel mensen dat wel op die manier. Ook, vrees ja. ik ook. Weet ik eigenlijk niet. Dat je wist je dat er bij sommige kringloopwinkels curators werken? Ja. Ja? In Naarden heb je een hele mooie kringloopwinkel. Die is echt prachtig. Ja. En ja, daar hebben ze soms hele erfenissen. En hebben ze volgens mij een keer een Picasso gevonden. Oh jezus, ja. Mina, wat heftig. Ja, dus doen één keer per jaar doen ze een veiling voor het goede doel. Ja. En dan kun je echt alle topstukken daar kopen uit het gooi. Excuus, dit is het typische gevalletje. De klok horen luiden en niet helemaal weten waar je klepel hangt. Het is een Mondriaan. In de kringloopwinkel in Naarden hebben ze een Mondriaan gevonden. En die is uiteindelijk voor €8.000 verkocht op een veiling. En die is ontdekt door medewerker Mohammed. Zo stond in de krant. Het heeft zelfs het NOS-nieuws bereikt. Grappig, hè? Wat een vondst. Er is nog wel een kleine twijfel of het een echte is. Maar de kringloopwinkel is natuurlijk door het dolle. Met €8.000 kunnen ze natuurlijk als stichting heel veel mooie dingen doen. Waaronder dus meer mensen aannemen. Die dus ook een leuke werkplek hebben bij de kringloop in Naarden. Maar met wat voor reden kom jij bij de kringloopwinkel? Ja, eigenlijk dus voor van alles en nog wat. Als ik iets nodig heb, dan wil ik dus gewoon het proberen om het niet nieuw te kopen. Hmm. Dus het kan van alles zijn. Het kan zijn, nou, kleding om heel eerlijk te zijn. Daar ga ik altijd gewoon even langs en dan vind ik iets leuks en dan neem ik het gewoon mee. Dus dat is misschien niet heel duurzaam van mij. Maar voor gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld kerstspullen afgelopen jaar. Maar ook Frank had een opdracht op school, hij ging kerststukjes maken. Nou, dan kan je hier naar de Intratuin of je gaat gewoon naar de kringloopwinkel voor die leuke prikkertjes met cadeautjes en takjes en balletjes en dingetjes. Dat heb ik allemaal uit de kringloopwinkel. En moet je die dan eigenlijk niet nu ophalen? Want ik denk dat heel veel mensen nu een kerstzooi ook gewoon dan bij de kringloopwinkel doen. Ja, maar die kringloopwinkels bewaren het dan weer voor oktober, november. En dan gaat de kerstwinkel weer open. Oh joh, dat wist ik niet. Ja. Oh. Maar dus eigenlijk van alles en nog wat. Als ik denk, oh, ik heb iets nodig, dan probeer ik dat dus eerst op een andere manier te vinden. En het is niet altijd de kringloopwinkel, hè? Want er zijn ook dingen waarvan ik denk, nou, dit ga ik niet bij een kringloopwinkel vinden. Ik kan beter naar Marktplaats of ik kan beter naar Facebook. Mm-hmm. Zo probeer ik een beetje te kijken, wat heb ik nodig en wat is het beste kanaal om dat te vinden? Ja. Nou, dat vind ik wel grappig, want voor die skispullen heb ik dus eigenlijk ook alles via Marktplaats gehaald. Oh ja? Ja, want mijn moeder die vroeg al een paar keer van, god, heeft Arthur niet nog nieuwe skischoenen nodig of snowboardschoenen nodig, weet ik het wat. En toen zei ik, nee, is allemaal al geregeld, heb ik al gehaald. En die heb ik dus voor een tientje bij de kringloopwinkel gevonden, maat 46. En ik was echt helemaal blij, want het was een supergoed merk. En voor een tientje, en die man, Arthur, die kwam weer lekker met nieuwe snowboardschoenetjes naar beneden. En ik weet dat hij ook heel blij is met de tweedehands spullen. Zeker, want hij houdt alleen maar van tweedehands. Ja, vindt hij helemaal te gek. Maar wat een toeval. Ja, maar die heb ik echt maat 46 is gevonden, echt een hele ongewone maat. Ja, daarom. En van Salomon, dat is toevallig een ja, goed merk. Ja, is heel goed merk. Ja. Ja. En een paar maanden geleden heb ik hem gevonden. Dus het is niet eens iets wat ik nu, zeg maar, nu nodig heb en nu bezig mee ben. Nee, dit had ik echt, wat was het? Volgens mij heb ik het in augustus of september of zo, zag ik ze toevallig staan. Ja, maar dat is ook sowieso een tip, hè? Als je iets nodig hebt en je komt het tegen. Of gewoon meenemen. Of je hebt het, je weet nu al van de zomer dat je bijvoorbeeld een ventilator wil in je huis. Want de airco is natuurlijk behoorlijk impactvol. Ga dan gewoon juist in het najaar die fan regelen op Marktplaats. En niet in juni als de mussen van het dak vallen en iedereen denkt, fuck, ik wil een airco. Ja, of nou, een fan. Exact. Want je moet een beetje anticyclisch gaan kopen en denken. Ja, want dat heb ik dus nu met de skietjes van die kinderen ook gedaan. Want ik bedoel, je kan ze natuurlijk ook gewoon huren. Maar ik dacht, is wel leuk, dan koop ik het voor de kinderen. Hebben ze hun eigen skietjes €15 bij iemand anders in april gekocht, weet je wel? Want dan zijn de mensen inderdaad hun schuren aan het opruimen. En denken, nou, huppakee, weg ermee. Neem maar mee voor weinig. Ja. Ja, dat is perfect. Ja. Ja. Nee, is echt hartstikke leuk. Dus wat dat betreft is wel leuk. Dat is vanuit, ja, inderdaad, kringloop komen een heleboel andere ideeën. Ik had er nog eentje trouwens, wat me nu opvalt bij Marktplaats. Is dat er dus banken, als je dus bankstellen en zo wil kopen, dat er dus dan bedrijven zijn die zeggen van dit wordt gratis bij jou bezorgd. En dan kan je dus voor een paar €100 een nieuwe hoekbank en die reinigen ze dan ook helemaal en wordt bezorgd. Dat vind ik dus ook heel relaxed. Ja. Kijk, en dat is niet bij de kringloop. Bij de kringloop is het toch, als je dan zoiets groots wil kopen, bij de kringloop moet je dus wel weer zorgen dat je het zelf vervoert. Ja, toch? Wij hebben precies dat probleem met die Kia Ria. Ja. Krijg je het niet mee. Nee. En met Ria, onze auto. Dus dan moet je weer een auto lenen. En dat is al het gedoe. Ja. En bezwaarlijk vind ik dat. En als je tweedehands makkelijker kan bezorgen, dat zou echt wel een nieuwe stap zijn, denk ik. Dat zou heel veel mensen over streep trekken, denk je niet? Ja,
als er iets... Ja, als er iets... Nou ja, dat is wel leuk dat je het zegt. Want ik zat net te denken, misschien moet er gewoon een soort webshop komen per kringloop. Dat je gewoon kunt gaan kijken van, nou, wat hebben ze nu weer? Maar zo is dus Marktplaats ontstaan. Want dat komt dus uit Emmeloord. Dat was dus een kringloopwinkel, Het Goed. En dat is dus gewoon Marktplaats geworden. Wat grappig. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Uit Emmeloord. Uit Emmeloord. Oh. Ja. Hey, ik heb nog wel een leuke slottip. Namelijk, heb je nog een cadeautje nodig voor iemand? Voor een collega? Of, Ik heb op mijn afscheid van mijn ABN AMRO, want ik ben daar gestopt, heb ik dus een kringloop cadeaubon gekregen. Oh, wat een goeie. Van Rattaplan. En dat is een keten, of noem je dat? Meerdere winkels hier in de buurt. Dus ik kan nu gewoon daar met die cadeaubon, kan ik iets leuks gaan kopen. Maar Sas, dat heb je gekregen omdat mensen weten dat dat bij jou past. Uiteraard. Maar anders zou ik dat echt wel heel ongemakkelijk vinden, denk ik. Nee, dit is juist perfect. Want dan kan je mensen een beetje motiveren om daar een keer te gaan kijken. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een heleboel mensen die gewoon wel uit noodzaak bij de kringloopwinkel komen. En die dan echt eigenlijk hopen op eindelijk een keertje die bon van Zalando. Ja, okay, om een keertje zelf iets te kopen. Dan geef dan iets moois. Maar gewoon... Maar hoe weet je dat nou? Ja, je weet toch al van je vrienden een klein beetje hoe ze erbij zitten. En als jij weet van, nou, jij zou wel eens een keertje naar een kringloopwinkel kunnen. Met je nieuwe spullen altijd. Elke dag. Ja. Dan geef je dus die persoon een kringloopbon. Ah, ja, dat is wel een leuke tip. Ja, ik vond hem top. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus ik ga binnenkort even neuzen. Hey, en misschien is het ook wel een goede opmars naar de stelling voor volgende week. Ja. Want de kindercadeautjes moeten eens even onder de loep genomen worden. Ja, want we vinden het natuurlijk leuk om steeds meer interactie te gaan krijgen met jou. Dus misschien is het goed dat we die stelling even van tevoren aankondigen. Kun jij erover nadenken? Het liefst zouden we willen dat je al even iets komt inspreken. Dan kunnen we dat meenemen. De stelling voor volgende week is... Je kunt niet aankomen zetten... met een tweedehands verjaardagscadeautje van €5. Ja, hier vind ik ook wel wat van. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat gaan we het volgende week bespreken. Ja. Kan dat? Vind je dat? En welke dat... tips heb je? Dat is ook wel leuk. Ja, en hoe pak je dat dan aan als je het wel doet? Ja. Hoe ga je het een beetje met flair geven? Walalala. Of zeg je, nee, dit kan echt niet. Je moet gewoon een nieuw cadeau geven voor een ander. Ja. Het gaat een beetje, gaan we het over hebben over kindercadeautjes of breder? Nou, het kan eigenlijk ook wel breder, toch? Over cadeautjes in het algemeen? Ja, verjaardagscadeautjes. Oh, ja. Nou. Als je een leuk idee over hebt, alles is welkom. Ja, nou dan was het dan denk ik weer. Ja, wat fijn dat je luisterde naar Die Duurzame Meiden, een podcast van thegreenlist.nl. Dus ben je nou enthousiast over deze podcast, dan moet je eigenlijk je even abonneren. Want dan weet je altijd wanneer we weer iets live zetten. Je kunt het delen met vrienden en een review achterlaten, want dat is heel gunstig voor ons. Ja, vooral abonneren. Abonneren, dat schijnt heel goed te zijn voor het algoritme. Dan komen we weer vaker naar boven bij nieuwe mensen. Ja. Hey, en nou wil je nou meer weten over The Greenlist? Kom me dan joinen op Instagram, @thegreenlist.nl. En daar kun je ook met mij in contact komen. Ik zal altijd reageren. En je kan ook via zo'n DM, kan je dan al een voiceberichtje insturen. Die kan ik dan meenemen. Ja, en als je mij wil vinden, ik ben een beetje _ duurzamer. Dan kan je ook naar mij iets sturen als je dat leuk vindt. Ja. Dag. Dag.